Nou, het resultaat wat we vooral nu al erg merken, we zijn ongeveer een jaar verder nu, dat de awareness rondom de phishing mails en gevaren hiervan ook enorm gegroeid is binnen Dille. Mijn naam is Jasmin Roosendaal. Ik werk bij Dille en Camille als junior business consultant op de IT-afdeling. En daarmee draag ik bij aan procesoptimalisatie bij Dille. De situatie voor de samenwerking was dat er regelmatig phishing mails werden doorgestuurd naar de service desk van ICT. Phishing mailtjes, maar ook misschien andere mailtjes die er wat verdacht uitzien. En de kennis en de know-how wat we moeten doen met phishing mails en hoe we dat kunnen onderscheiden, was niet echt aanwezig. En dan was het meer om voor de service desk dat door te spelen naar de rest van de organisatie. Door te zeggen van joh, dit mailtje gaat nu de ronde. Let op dat dit naar mij gestuurd is, maar misschien ook naar andere collega's gestuurd kan zijn. In Nederland zag je steeds vaker nieuwsberichten voorbij komen. Bekende bedrijven die gefisht zouden zijn voor een groot bedrag. Werden gechanteerd of moesten belangrijke informatie kwijtraken. Dat zijn eigenlijk de redenen waarom we ervoor hebben gekozen om op zoek te gaan naar zo'n platform. Uiteindelijk was ik wel het meest enthousiast geworden over phished. Dat kwam vooral door de gratis en vrijblijvende nulmeting. Ook het feit dat het voor de collega's van IT nauwelijks beheer zou vragen. Vonden wij heel belangrijk. En het automatische algoritme van phished, wat per persoon werkt en hierdoor ook aangepaste tests en simulaties doorstuurt. Waardoor het voor ons doorslaggevend was om met phished in zee te gaan. We merken dat het gemak van phished en hiermee ook de reporting button die we in Outlook hebben geïnstalleerd, Dat er echt voor zorgt dat men er veel meer mee bezig is om de mails ertussen uit te halen. We vinden het vooral heel belangrijk dat iedereen naar zijn of haar niveau wordt opgeleid. Ik denk ook echt dat dat de grootste uitdaging was. Het is het feit dat niet iedereen een sterke technische achtergrond bezit. Omdat wij natuurlijk in drie landen, in Nederland, België en Duitsland, opereren. Is het wel van belang dat we de training en de simulaties daarop op ook afstemmen. Dus ik denk dat dat zeker een grote rol speelt in de geloofwaardigheid van de simulaties en van de training.